Hoewel vicepresident Ronnie Brunswijk een stichting in het leven heeft geroepen voor personen die hulp wensen, melden zich dagelijks toch mensen aan bij zijn kabinet. Het gaat veelal om financiële hulp waarnaar wordt verlangd. Dinsdag hadden zich enkele mensen verzameld bij het regeringsgebouw. Een van hen, Claudita Meynal Snow, is op zoek naar geld om haar 2-jarig zoontje Asael voor medische behandeling naar Columbia te sturen. Ze was er samen met haar echtgenoot en vader van het kindje. Wat er precies is, is dat hij is geboren met een scoliose, geboren met een open gehemelte. Palatocystis roepen ze dat, is een gespleten gehemelte aan de bovenkant. Dus dat iedere keer heeft gezorgd voor longontstekingen en dat soort dingen. En maakt dat het dus eigenlijk gevaar brengt. Het is gevaarlijk, dus waardoor hij dus nu voor een operatie moet naar Columbia. Wat me heeft gedreven met hem, ik heb gemerkt dat hij heel veel mensen heeft geholpen, heeft ondersteund. En ik dacht van, ik kom ook om te proberen. Clarita Meynal Snow, moeder van de 2-jarige Hazael. Ze vertelt dat de Stichting Staatsziekenfonds de operatie lichtkosten voor het kindje en verblijfkosten voor de ouders betaalt. Zij moeten zelf opdraaien voor onder meer borgkosten en ticketgeld. Meynal Snow wil uit bepaalde overwegingen de exacte bedragen liever niet in de media noemen. Het gaat wel om duizenden US-dollars. Brunswijk heeft de ouders beloofd om spoedig weer contact met hen op te nemen.